kijk er met heel veel trots en dankbaarheid op terug. Ik ben gewoon ontzettend blij dat het zo heeft kunnen zijn en dat ik in deze gekke wereld ben ingestapt. Als ik eigenlijk terugdenk aan mijn prestaties, dan moet ik als eerste denken aan Bergen, het WK. WK tijdrijden, dat vond ik een hele bijzondere dag. Dit jaar, 2017, dat kan hoe dan ook niet meer kapot voor hem. Ik reed toen weg bij de start en ik vertrouwde gewoon mijn wattagemeter niet. Want ik reed weg en ik voelde niks. Ik had meteen zo'n goede... Ja, ik voelde me zo sterk. En er stonden ongelofelijke wattages op mijn tellertje. En ik dacht, nou, dat zal... Ik dacht zelfs van, doet dat ding het weer niet. Dit is Merckxiaans tot nog toe, jongens. 40 seconden. Achteraf bleek het waarschijnlijk wel te kloppen, want ik had gewoon echt een super goede dag. En ik won met meer dan een minuut voorsprong volgens mij op de nummer 2. Het wordt een heerlijke middag voor Tom Dumoulin. Of ik dat nou wel of niet ga evenaren in de toekomst, interesseert me nu eigenlijk helemaal geen reet. Dumoulin wint een toeretappe en pakt zijn grootste overwinning tot nu toe. Dat had ik nooit gedacht een paar dagen geleden. En ik heb het echt geflikt. Het is nog wel moeilijk te bevatten, maar heel speciaal. Kun je nog herinneren dat je over de finish kwam? Want het regende ook nog heel hard, hè? Ik was blij dat ze de rit niet afgelasten, want wat zomaar gekund. Nee, het was echt ineens apocalyptisch weer. En dat maakte uiteindelijk de overwinning misschien des te mooier. Supposed to be able to do this sort of thing. He's a great time trialist. He's proving he's a great rider as well. Oh, chapeau, Tom Dumoulin! En dan met de laatste explosieve krachtsinspanning wist ik hem toch nog te passeren voor de lijn. Dat was wel echt een supermooi gevoel. Was dat ook het gevoel van dat de wereld jou leerde kennen echt? Dat was echt mijn doorbraak, ja. Ik ga dit nooit vergeten. Heb je enig idee wat dit losmaakt in Nederland en in Limburg? Want je hebt daar 3 weken natuurlijk helemaal niks van gemerkt. Tenminste, dat hoop ik. Maar vandaag is het toch anders, hè? Hoe heeft de MVV het eigenlijk gedaan? Dit zijn de mooie momenten. Het is makkelijk te vergeten wat het dan allemaal heeft gekost. Want dat is het ook. De weg naar Bergen toe, weet ik nog. Dat was ook in 2017. Toen had ik net de Giro gewonnen een paar maanden eerder. En dat was ook gewoon wel een verwarrende tijd. En daar heb ik ook wel stress gehad. En ook gewoon dat ik de druk voelde van, goh, nu moet ik het laten zien. En het heeft ook altijd heel veel gekost. En daar wil ik niet meer naar terug. Wat is het mooie dan uit het wielrennen wat jij meeneemt nu in je toekomst in? Ja, de zekerheid en de lessen die ik daaruit heb geleerd. En de avonturen die ik allemaal heb beleefd. Een meter dichterbij. Ja, flikker op, man. Ja, ook zeker de moeilijke momenten die ik altijd heb overwonnen. Ja, dat geeft zoveel kracht. Ja, ik heb heel veel gehad aan collega-renners. En als ik er... De eerste twee die in mijn hoofd opkomen zijn Roy Curvers en Laurens Sendam. Roy was echt, wordt wel eens lachend, zeg maar de papa van de ploeg genoemd of de opa van de ploeg. Ik heb de neiging om wat ver door te slaan in mijn controle, drift. En zij hadden al wat meer levenservaring, zijn qua karakter misschien ook iets meer easygoing dan ik. Streef je dromen daar.